Hoi, welkom bij Fem. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe je kan zien waar mensen aan denken. Oké, dat kan je niet helemaal zien. Maar ik heb wel een heel leuk trucje, eigenlijk is het meer een spelletje. Wat verraadt waar mensen eventueel op dat moment aan denken. En of ze misschien wel liegen of niet. En dat is een techniek uit NLP. En dat is helemaal niet, ik zeg helemaal niet dat het helemaal echt zo is of zo werkt. En het zal vast wel niet zo bij iedereen zo zijn, maar wat ik al zei, het is leuk om te checken. Speel ermee met mensen om je heen. Ik zal zo vertellen hoe je dat kan doen. En het heeft alles te maken met waar je met je ogen heen kijkt terwijl je iets vertelt. Oké, als je een gesprek hebt met iemand, dan is het nooit zo dat iemand jou volledig de hele tijd aankijkt. Dus ja, ik doe dat nu wel bij jullie, omdat ik eigenlijk naar de camera kijk. Maar als ik ook met iemand in gesprek ben, dan ben ik ook zo iemand die echt niet langer dan een halve minuut iemand aankijkt. Maar gewoon halverwege ook wegkijkt en zo. En dat zijn eigenlijk kleine dingetjes die kunnen verraden waar iemand aan denkt. Om te beginnen is het een beetje verwarrend hoe het zit met links en rechts. Omdat ik met jullie nu met een camera praat waarbij het beeld anders wordt. Dit is mijn links, dit is mijn rechts. En we gaan het hebben over de kant die jullie zien. Als ik nu kijk naar hoe mijn video's eruit zien. Ik zie dat aan de linkerkant mijn kaars te zien. Dat is dit. Dus dit is links. Dus ik heb het over links, heb links kijken, links, rechts. Het gaat dus de hele tijd over hoe jij het ziet en niet hoe de ander het ziet. Dus jij voor jou links. En om het nog verwarrender te maken, ga ik beginnen met rechts. Want als ik dus naar rechts kijk, dus voor jou rechts, dan denk ik terug aan dingen die ik al ken. Dus denk ik terug aan dingen van vroeger, bla bla. Of zie ik beelden die ik al ken enzovoort. Kijk ik naar links, dan verzin ik beelden. Dus dan denk ik op dat moment, bedenk ik, oh, dat ziet er leuk, weet ik veel, ik verzin iets. Dus, ken ik al, verzin ik. En dan zijn er nog drie punten die iets verschillends aanduiden. Als ik rechts omhoog kijk, dus zo, betekent het dat ik denk aan iets visueels. Dus zeg maar aan een plaatje of een beeld op televisie of iets, ik zie het voor me. Dus als ik bijvoorbeeld met iemand aan het praten ben en iemand zegt, ja, hoe zag die feature eigenlijk uit? Dan zeg ik bijvoorbeeld, ja, die was rood met roze dingetjes erop. Zie je, mijn ogen gaan dan zo. Dat is schuin omhoog. Kijk nou opzij, dan zou dat te maken kunnen hebben met geluid. Dus als je bijvoorbeeld aan een liedje denkt. Dan kijk ik opzij. En onder is een lastige, want die heeft te maken met gevoel en ook aanraking en tinteling. Maar ook een dialoog in je hoofd. Dus op dat moment is diegene een gesprek met zichzelf aan het hebben. Dus als ik zeg maar hierheen kijk, iemand zegt, ja, maar wat vind jij daarvan? En ik doe bijvoorbeeld dit. Ik vind het op zich wel goed. Dus dit betekent eigenlijk op dat moment een gesprekje in mijn hoofd aan het houden wat ik ga zeggen ofzo. Dan de andere kant, de op dat moment bedenken kant. Als je bijvoorbeeld vraagt, hoe denk jij dat de perfecte kamer eruit moet zien? Dan zeg ik misschien wel, ja, ik denk dat die kamer er groot uit moet zien met roze muren. Dan kijk ik die kant op. Maar ook ze zeggen dat dat ook de leugenkant is. Dus dat als iemand dan zegt van ja, en vond je het wel leuk? Ja, ik vond het wel leuk, maar... Opzij heeft weer met geluid te maken. Dus bijvoorbeeld verzin een liedje. En onder heeft weer met gevoel te maken. En bijvoorbeeld denk aan liefde. Wat voel je voor iemand? Ga je op dat moment vertellen. Die onder die zijn echt heel lastig. Maar deze twee die zijn echt heel duidelijk. Die kan je ook heel makkelijk verbinden aan iets. En het is dus heel erg leuk om daar ook een spelletje mee te doen met iemand die je kent. Bijvoorbeeld door die vragen te stellen wat ik net vroeg. Je kan bijvoorbeeld vragen aan iemand of diegene zijn kamer wil omschrijven. Hoe ziet jouw kamer eruit? Hoe met kleuren en zo? Ja, mijn kamer is witte muren en dan roze meubelen. Maar je kan ook vragen, stel je zou een droomhuis moeten bouwen. Hoe zou die er ongeveer uitzien? Nou, het huis zou toch wel 100 vierkante meter per kamer hebben. Dat soort dingen. Er is wel één klein nadeeltje, namelijk dat linkshandige mensen, die hebben het andersom. Ik ben toevallig linkshandig, dus En daarnaast wil ik ook nog heel even zeggen dat dit echt niet wetenschappelijk nu onderbouwd is, whatsoever. Dit is gewoon een trucje van NLP. Er zijn mensen die hier heel serieus mee bezig zijn, die letten op alles wat anderen zeggen en die houden de ogen in de gaten. En het is iets wat je bij jezelf kan ontwikkelen door altijd daarop te letten, maar het hoeft natuurlijk niet. Het is denk ik meer voor de fun en het zal ook echt niet altijd zo zijn dat het zo gaat, maar het is zeker leuk om mee te spelen en om te checken bij mensen. Vragen te stellen en te kijken wat ze zeggen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dat jullie er iets aan hebben gehad.
En bedankt voor het kijken. Ik zie jullie snel weer. Doeg! In deze video 3 haarstijlen die je kunt toepassen op vettig en frutloos haar. Dus ben je benieuwd? Kijk dan gauw mee. Het eerste wat je natuurlijk doet